zijn we al begonnen. Oh, oké. Hoi iedereen, ik ben Selena. Jullie zien mijn gezicht niet, maar dat is niet erg. Want anders zien jullie dit niet. Ik ga vandaag dit mini vliegtuigje maken. Oké, dus wat je nodig hebt is een A4'tje. Heel A4'tje. En die plooi je dan midden. Zo'n klein stukje. En dan knip je dat uit. Knip je dat mes. En dan heb je dit. Oké, dus. Nu gaan wij een mini vliegtuigje. Hier is hij. Nu gaan we dit maken. Oké, laten we maar beginnen. Eerst ga je de bovenkanten. Ik moet opschieten, want mijn tijd begint te tikken. Dan doe je dit, zoiets. En dan doe je dat bij de andere kant ook. En hopelijk vinden jullie dit geen slechte uitleg, maar ik ben pas begonnen met papier vouwen. Niet dat ik pas ben begonnen met vliegtuigjes vouwen, maar ja. Ik heb dat net bij opa en oma gemaakt en toen kwam ik op het idee. Dus als je dit als je dat hebt, allebei, dan doe je dit stukje hier omhoog. Dus, dan plooi je dat naar achteren. Zo dus. En dan ga je dat zo. Wacht even, kunnen jullie dat vanaf hier wat beter zien? Ja, maar ik heb nog geen camera vooral, jammer genoeg. Dus goed, je gaat dat zo plooien. Zo, een beetje spits. Eigenlijk is het gewoon hetzelfde als een normaal vliegtuig. Maar dit is hoe ik het vouw. En als je het nog wat sneller wil laten gaan, vouw je dat nog een keer terug. Ik zal het eventjes doen. Oh, die wil nu overtrekken. Goed. Oh, mijn tijd begint echt te tikken. Ai, oeps. Maar ze hebben nu ook al een record. En dan heb je hier je vliegtuigje. Dit is het supersnel vliegtuigje. Dat is super gebouwd. Super gevouwd, dubbel gevouwd. En dit is het gewone vliegtuigje. Dus ja, hopelijk vond je het leuk. En ga je dit maken. En tot in de volgende video.